Ik ben Ursula Rutte, ik ben wijkprocesmanager namens de gemeente voor de wijk Schiedam-Oost. Wij zijn op dit moment op een hele mooie speelplek, de Stationstraat in Schiedam-Oost. En wat gebeurt hier vandaag? Want ik bedoel, ik zie heel veel kinderen en allemaal gezelligheid, maar wat is dit? Ja, dit is eigenlijk een meedenkmiddag en ook doorgaat het in de avond voor kinderen en voor volwassenen. Om aan deze kant van de buurt in Oost te praten en mee te denken over de komst van een Krajicek Playground. Dat is een initiatief van bewoners. Mee te denken over een betere verkeerscirculatie rondom de school De Paperclip. En mee te denken over het invullen van de groene ruimtes in de nieuw te bouwen buurt, de wetenschappersbuurt, aan de andere kant van De Paperclip. En we dachten, we kunnen wel 3 informatie- of meedenkenmiddagen of avonden organiseren. Maar waarom doen we het niet met z'n allen? Met de bewoners, met alle partijen en gaan we meedenken. Wie doen hier vandaag allemaal mee? In de eerste plaats natuurlijk de bewoners. In de tweede plaats de bewonersvereniging. In de derde plaats allerlei sportpartijen zoals Juventus, maar ook de wijksportvereniging doet hier aan mee. Nou, de kinderen die komen natuurlijk, de ouders, de school, de kinderopvang. Allemaal partijen die meedenken en meedoen. En wat gaan de kinderen vandaag allemaal beleven en leren? Nou, ze gaan in ieder geval uitvinden en uittesten welke sporten ze heel erg leuk zouden vinden op dit plein. Dus dat gaan ze daadwerkelijk ook doen. Maar ze gaan ook mee ontwerpen. Er staat een tent om mee te denken en mee te doen over het Krajicek Playground. Maar ook om mee te denken en mee te doen aan een combinatie van moestuinieren. Want hoe leuk is het om naast sport en spel ook lekker te bewegen in een tuin. Want het doel van de Krajicek Playground is dat er meerdere sporten en spellen mogelijk zijn op één veld. Hoe lang zou het dan duren voordat het daadwerkelijk gerealiseerd wordt? Nou, dan kan dat heel snel. We gaan nu met elkaar meedenken. En dan binnen een paar maanden hebben we een ontwerp. En dan dit jaar, na de zomer, kunnen we het gerealiseerd hebben. Tot hoe laat gaat deze dag nog duren? Het kinderactiviteitendeel tot 4 uur. En dan vanavond vanaf 7:30 tot 9:00, dan is het volwassenen. En dat is in De Paperclip. En vandaag hebben we allemaal speelactiviteiten. Maar dat komt ook omdat we hier een heel nieuw plein willen maken. Met allemaal sporten en spelletjes. En daar mogen jullie natuurlijk over mee gaan denken en mee ontwerpen. Dus ik heb hier een strippenkaartje. Dan kunnen jullie vanmiddag met dit strippenkaartje allemaal leuke spelletjes gaan doen. En dan kunnen jullie ook mee ontwerpen met de echte ontwerper van dit plein. Dat zijn jullie, samen met de meneer die jullie gaat helpen met ontwerpen. Vandaag is spelletjes, want de voetbalveld gaat veranderen. En dan gaat alles opnieuw doen en we mogen zelf kiezen wat gaat gebeuren met de speeltuin, met de voetbalveld. Wat hoop jij zelf dat er gaat gebeuren? Pannenveldje en basketbalveld en ja, zoiets. Als het hier allemaal verandert, dus er meerdere dingen komen, ga je dan ook vaker spelen zelf? Ja. En wat hoop jij dat er komt? Ik bedoel, dat is ook wel van belang. Een volleybalveld.